De badmintonners in de Eredivisie spelen dit weekende hun tweede competitiewedstrijd. In deze ronde staat er direct een regionale kraker op het programma. In Sporthal het Zandje ontving het HCDKC de Wateringse landskampioen van Zundert Velo. Wij volgden Dennis van Dalen, de Jel van DKC en Rickert Suikerland van Velo. Twee goede vrienden van elkaar en voor seizoen nog teamgenoten bij Velo. Afgelopen zondag waren zij elkaars tegenstander in de leukste badminton derby van Nederland. Dennis, wat gebeurde er in de eerste set? Ja, een beetje te afwachtend gespeeld. We moeten sowieso een beetje aan elkaar wennen. Ook een beetje kijken van wat er aan de overkant gebeurde. En ja, zij probeerden gewoon vanaf kiet af aan zeg maar, veel tempo te maken vanaf het net, snel naar achter te spelen. En ja, daar zijn we eigenlijk in de eerste set zeker in de problemen gekomen. En dat hebben we eigenlijk in de hele wedstrijd niet echt kunnen ombuigen. Zeg maar. Jammer, zo'n start van de wedstrijd. Ja, zeker. Ja, je weet dat het van tevoren wel moeilijk wordt tegen hem. Ook omdat onze eerste, samen met Thomas, onze eerste wedstrijd is die we samen spelen, officiële wedstrijd. Dus je weet dat het moeilijk wordt, je weet dat ze tempo gaan maken. En daar waren we heel erg aan het zoeken wat we daarmee moesten. En ik moet zeggen dat ons eigen niveau nog niet echt heel goed was. Dus ja, eigenlijk hebben we de hele wedstrijd lang een beetje achteraan gelopen en aan het zoeken geweest. Maar hebben we het ze nooit echt moeilijk kunnen maken, zeg maar. En dat is wel een beetje teleurstellend, ja. Rickert, de eerste set, kun je die ook omschrijven? Wil ik die omschrijven? Ja, het was heel erg zoeken eigenlijk vanaf de allereerste rally. Voor mij is het in die single mijn tweede single in eigenlijk lange tijd. En ik merk aan mezelf dat mijn slagen gewoon nog heel erg aan het zoeken zijn. En dat ging niet goed. Een stuk minder goed dan vorige week. En in de eerste set was dat met name dat je daardoor continu achter de feiten aanloopt en eigenlijk gewoon kansloos eraf gaat. En dat is zonde. Maar ja. Tweede set niveau beter. Nou ja, een klein verschil dat het zeg maar tot aan de wissel, dus halverwege de set, wel gelijk opging. Ik kwam een beetje in mijn spel, maar het feit blijft dat ik nog niet onbevangen vrij uit zeg maar, op mijn slagen vertrouw. En wat ik wel eerlijk moet zeggen, van toen stonden we 10-11 of zo in die tweede, ik denk van toen ik mezelf hoorde hijgen, dacht ik, dit wordt dan ook nog een lange zit naar het eind van de set. En eventueel stel je dat je hem wel dan wint. Maar het zat er gewoon totaal niet in. Wat ik zeg, conditioneel en zowel als dat ik nog aan het zoeken ben naar vertrouwen op de baan in de single. Beide aspecten waren niet in orde op dit moment. Dus, Dennis, winst in de single. Hoe makkelijk of hoe moeizaam ging het? Heel moeizaam. Ik heb gewoon zelfs een beetje geluk gehad, denk ik. De tweede set vanaf 15 had ik niet echt het gevoel dat ik beter was. Maar eerder dat hij een beetje naar zich toe trok. Of in de derde set was het eigenlijk. Ik heb gewoon niet echt goed gespeeld en Jim speelde voor een dubbelaar zeg maar, wel een goede single. Hij heeft het gewoon goed gedaan en bij mij komt het een stuk beter. Waarom ging het bij jou niet goed? Ja, ik merk zelf dat ik wel wat snelheid mis. Dus vooral naar het achterveld zeg maar. Gewoon te traag naar de shuttle toe met voetenwerk. En veel ballen die ik achter moet pakken en ook op mijn backhand veel ballen die ik gewoon achter moet pakken. En dan kom je gewoon niet zeg maar, in een tempo wat je wil en dan kan je tegenstander geen tempo opleggen. En hij heeft mij daardoor zeg maar, af en toe, of tenminste redelijk vaak, het tempo opgelegd. En dan kom je gewoon een beetje in het probleem. Is dat een gebrek aan wedstrijdritme? Of moet je meer trainen daarop? Hoe zit dat? Ja, ik moet gewoon sowieso wat meer trainen erop. En inderdaad, als je meer wedstrijden gaat spelen, dan kom je ook wel meer in dat ritme. En ik ben ook niet bang dat het niet komt of zo, maar ik vond dat het nu nog wel heel ver weg was eigenlijk. En we zullen van de week wel gewoon wat meer snelheid trainen en dan komt het vanzelf wel, denk ik. Rickert, een mix dubbel, hoe ging dat? Ja, wat ik eigenlijk net al een beetje zei, voor mij is dat stuk heel erg vertrouwd. Zo'n onderdeel speel ik al jaren. Dus, en eigenlijk was het nu ook vrij soepel, moet ik zeggen. Het verschil denk ik was uiteindelijk vrij groot. En dat, alleen in het tweede deel van de tweede hadden we eventjes iets meer moeite. Maar verder hebben we gewoon onder controle gehad, dus tevreden. Dennis, even achter nu. De laatste partij is nog bezig. Wat denk je ervan? Nou, ze zijn goed gestart, als ik zo even naar het scorebord kijk. En, even afwachten. Ik denk dat Velo op dit moment op papier een beetje in het voordeel is. Maar het kan nog een gelijk spelletje uitrollen, dus we zien. Hoe is dat nou, naast elkaar te staan? Niet tegen elkaar gespeeld? Nou, ik durfde niet van tevoren. Dus, dat zei ik net ook al. Ja, ik had nog tegen hem gezegd. Ik speel single en eerste mixers. Maar goed. Nee, prima toch. Volgens mij is het een prima wedstrijd zo, waar we gewoon op het veld strijden. En daarnaast is alles gewoon zoals het hoort. En vriendschappelijk, dus dat is goed. Ja. Hoe is het nu anders? Vorig jaar met elkaar gespeeld, heel veel jaren met elkaar gespeeld en nu een beetje tegen elkaar eigenlijk. Ja, natuurlijk, het is een beetje tegen elkaar. Normaal ben je gewend om elkaar aan te moedigen en nu moedig je de tegenstander aan. Maar verder verandert er ook niet zo heel veel. Het is, dat is het enige verschil eigenlijk. En toevallig in de Heren Dubbel zei ik net tegen die gasten van doe wat je tegen Dennis en mij ook altijd deed en dan win je hem.
En dat is dan, ja, je kent elkaar zo goed, dus je kan wel wat dat betreft wat zwakke plekken, die kan je precies wel aangeven. Dus ja, dat is een klein voordeel, maar dat hebben we ook allebei. Dus, maar verder is het gewoon prima, joh. En drinken we daar een biertje, denk ik. Naar de rust. Goed. Kijk,